Kijkers van Loek TV, welkom bij deze uitzending. Ja, we zijn vanmiddag op het stadskantoor in de Aleidazaal. En daar is een presentatie van het Lentescollege. Naast mij staan twee jonge dames van deze school. Jade en Trish, bijzonder mooie namen. Zij gaan vertellen waar het over gaat. Jade, goedemiddag. Wat gaat er hier vanmiddag gebeuren? De leerlingen van de Damlaan en de leerlingen van de Nolenslaan gaan presentaties geven voor ontwerpen van de tunnel en een presentatie over het onderhoud van de tunnel. Ja. Nou, het woord tunnel is gevallen. Trish, waar hebben we het dan over? Wat is dat voor tunnel en waar ligt die? Dat is de tunnel die ligt bij onze school. Dat is een tunnel, daar willen wij zorgen dat de kinderen daar veilig en rustig gewoon doorheen kunnen fietsen. Van school naar huis en van huis naar school. En die gaan wij dus opknappen en onderhouden. Ja. Even over die tunnel. Hè. Wanneer je naar Schievesten toe gaat, dan moet je daar onderdoor om jullie school te bereiken. Is die tunnel dan niet in orde? Wat is daar fout aan? Nou, hij is heel erg vies en helemaal niet veilig. Er zijn heel veel dingen kapot en vies en totaal geen lichten. Dus eigenlijk wil niemand er nu langs. Mm-hmm. Daarom dat wij dus gaan zorgen samen met de gemeente om te zorgen dat het beter komt. En dat het beter te onderhouden is dan nu. Ja. Dat... Jade, uiteindelijk jullie krijgen een prachtige nieuwbouw op het Schievestenterrein achter het grote station. Nou, dat tunneltje is er. Wie is eigenlijk tot de conclusie gekomen dat die tunnel niet goed is? Nou, eigenlijk de mensen van onze school in samenwerking met de gemeente. Want ze willen graag dat leerlingen vanuit Rotterdam ook gewoon veilig naar onze school kunnen. En dan zit je toch met die tunnel. Dus vandaar dat die nu opgeknapt moet worden. Ja. Nou, toen is er een plan bedacht. Wie heeft dit allemaal bedacht van maquettes maken en zo? Wie is de knappe geest achter dit verhaal? Eigenlijk de mensen van onze school, dus de mensen van het Life College. Ja. En Trish, wat hebben zij precies aan jullie gevraagd? Nou, aan de tweede klas hebben ze gevraagd een maquette te maken met het ontwerp wat hun graag zien in die tunnel, waar hun zich veilig voelen. Mm-hmm. En wij hebben met onze klas echt de standaard maquette gemaakt en wij hebben het onderhoudsplan gemaakt. Ja. Nou, dat maakt mij natuurlijk wel heel nieuwsgierig. Hè? We hebben het over een tunnel. Hoe ziet een veilige en schone tunnel eruit? Wat hebben jullie allemaal bedacht? Veel kleur, gewoon alles opgeknapt, voldoende licht, zodat je er gewoon veilig doorheen kan fietsen. Dat zijn wel de belangrijkste dingen. Ja. Nou kan ik me zo bedenken dat wanneer je door zo'n tunnel gaat en het zijn bepaalde schooltijden, dat er bijvoorbeeld ook nog surveillance plaats kan vinden door mensen van school of wellicht de lichtblauwe brigade of de politie. Hebben jullie daar ook over nagedacht? Ja, daar hebben we zeker over nagedacht. Het zou handig zijn als er een wijkmeester in de buurt loopt of de wijkagent. Ja. Of anders ook de blauwe brigade en mensen van onze SDV-klas. Ja. Nou is het zo, Trish, dat jullie school, de ingang bij die tunnel, die komt op de wijk Oost uit. Je zou wellicht ook wel kunnen vragen of er misschien een vrijwilliger is uit de wijk Oost. Iemand die gepensioneerd is of zo. En die zegt van, joh, ik wil dat best wel één dag in de week doen. Hebben jullie daar al over nagedacht? Ja, daar hebben we zeker over nagedacht. Wij zaten denk ik aan de woningbouwvereniging die daar zit voor de huurhuizen. Daar hebben ze een wijkmeester. Ja. Wij zouden graag willen vragen aan die wijkmeester of hij de klachten van de bewoners over die tunnel, of dat bij ons binnen mag komen en dat wij daar wat aan kunnen doen. Okay. Dus dat hij oplet. Zeker. Nou meiden, ik vind het een fantastisch initiatief van jullie. Jullie nemen zelf het heft in handen. Jullie zeggen, luister eens als leerlingen, wij gaan naar een prachtige nieuwe school. Maar daar moet je ook veilig naartoe kunnen gaan. Nou, ik ben benieuwd. We gaan vanmiddag kijken naar de presentatie. Ik bedank jullie in ieder geval allebei hartelijk voor dit gesprek. Dan wil ik graag de eerste groep, klas 2B, naar voren halen. Dat zijn, 2A. Dat zijn Seva, Alex, Rijken en Jeremy. En die hebben een ontwerp gemaakt. Nou... Er komt de hele geschiedenis bij kijken, denk ik. Kom je naar voren met je spullen? Ja, en het idee van ons is dan dat we kunnen zeg maar lang uit in de tunnel leggen. Dat als je er overheen gaat, dat dan geluid maakt gewoon voor zeg maar een soort van plezier om door de tunnel heen te gaan. En dat is zeg maar gewoon een idee van ons. En nu vertel ik iets over de verlichting in de tunnel. We hebben een verlichting gekozen, gekleurde verlichtingen, bij het plafond van de tunnel. We willen dat het verschillende kleuren zijn. Want dan ziet het ook mooier uit en leuker. En dat gaan we bij de hele tunnel doen. Tot het einde. En dat was het. Ja. De binnenkant van de tunnel gaat ongeveer zo eruit zien. Dat kan je hier zien.
hier is de tekening. En hier is wat fietsers en lopers. En hier ongeveer bij dit stukje, bij een klein stukje, gaat de piano komen. En de plafond. We hadden niet genoeg tijd om het af te tekenen. Dus hadden we zo even gelaten. Dus het gaat gekleurd worden, het plafond. En dit gaat gewoon één kleur worden. En dus gaat zo de binnenkant zien. Dus even, ik vraag even aan de jury of er vragen zijn. We beginnen met Ursula. Channing? Nel? Ik vind het ook duidelijk. Prima. Ja, ik denk dat het heel duidelijk is. Jullie hebben het over de verlichting gehad. Je hebt het over de wanden gehad, over de vloer en over het plafond. Je hebt het vooral ook over die dode hoek gehad. Ik denk dat het ons heel duidelijk is. Jullie heel erg bedankt voor je presentatie en voor de kwaliteit van je presentatie. Dankjewel. Dan wil ik graag de tweede groep naar voren halen, de groep van klas 2b. Van Whitney, Mark, Natalia, Soufiane en Jodi. Zij hebben een ontwerp waarbij ze gedacht hebben aan alle culturen die hier in Schiedam op dit moment zijn. Onze inspiratie begon eigenlijk door de klas, omdat veel kinderen in onze klas multicultureel zijn. En we dachten van, waarom zouden we niet gewoon al die vlaggen van de nationaliteit niet gewoon op de... Ja, gewoon in die tunnel zetten. En we hadden gewoon die vlag gewoon van de nationaliteit. En ook naast de muren gewoon die wapens van al die landen. De omgeving. Omgeving hebben we gewoon de bos, een bos gezet. Ja, die staat er al dan. Met leuke bomen en lantaarnpalen en stoeltjes. Dan als mensen bijvoorbeeld pauze hebben of ze hebben een tussenuur en ze weten niet wat ze gaan doen. Kunnen ze gewoon bij die bos gaan zitten en maakt niks uit doen. Verder dan. Er komt ook misschien een fonteintje of wat dan ook. De mensen kunnen zitten of iets leuks daar gaan doen. Bij de voetgang, bij die stoep waar mensen lopen, hadden we vandaag van de kleur van Life College. We hebben grijs en groen. Dat er op de grond, ja, een soort van wanneer je loopt, dat is iets, een soort van effect. Wanneer je loopt. En we wilden eigenlijk liever graag dat die fietsenpad eigenlijk in het midden komt, maar ik heb dat gehoord dat het niet meer doorgaat ofzo. En dat het eigenlijk gewoon zo eruit gaat zien. Dus bijvoorbeeld aan de ene kant dat die gekleurde zijn, stoeptegels, en gewoon een fietspad. De plafond, die ziet u hier. Er staan alle landen van de nationaliteit. Daarvoor hiernaast. We hebben het links en rechts gezet dat de wapens staan. Dus hier ziet u Aruba, ziet u echt van alle landen daar staan. Want wij hebben in onze klas ook allemaal verschillende kinderen. Sommigen zijn Turks, sommigen zijn Nederlands. We hebben alle soorten landen. Dus ja, toen dachten we laten we dit doen. Hier ziet u het. De wapens. We hebben gewoon de kleur ook gebruikt bij de zijkant van de muur. En dat op die kleur gewoon bijvoorbeeld bij elke soort landen, dat de wapens ernaast komen, dus tegenover. Dus het zijn allebei soorten kanten. Ja, tot slot, dit is ons project en ik hoop dat wij u genoeg hebben geïnformeerd. En zijn er nog vragen? Hebben jullie iets over verlichting? Ja, we hebben ook verlichting. Dat er tussen die vlaggen een soort van drie lichting. Verlichting, dat er tussen erin gewoon zes zit. Bij die kleur, dus ja, die verlichting bij elk rijtje, bijvoorbeeld hier, zit een kleur. Dus bijvoorbeeld die kleur van de vlag willen we ook die kleur van die lampen doen ofzo. Hebben jullie voldoende vlaggen voor de hele tunnel? Want hij is heel lang. Of ga je dan de vlaggen nog een keer doen? Kunnen gewoon eerst als dit bijvoorbeeld gaan we wel grote vlaggen van maken. Ja, want de tunnel is ook breed. Ja, we willen er grote vlaggen van maken en dat gewoon en doet de helft of zo.
En als het dan niet past, kunnen we ook gewoon meer landen doen. Want niet hier op deze twee staan alle landen. We hebben er nog meer op school. Ja. Ja, het hoeven niet per se de kinderen van of de nationaliteiten van de school te zijn. Nee. Het mag ook nog mensen die nog niet op school zitten er misschien ooit komen. Ja. Hè? Dat zou kunnen. Ja, ja. Ik heb ook nog een vraag. De veiligheid van de tunnel. Hebben jullie daar ook nog over nagedacht? Dat er eigenlijk een camera erin komt. Bijvoorbeeld als mensen graffiti gaan spuiten. Dat ze kijken bijvoorbeeld wie meestal daar graffiti gaat spuiten. En ze kunnen aan bijvoorbeeld gewoon zeggen van ja, niet meer doen en zo. Oké. De camera's gaan we niet grote camera's van maken. Gewoon camera's die je niet echt kan zien. Want als ze camera's zien, dan gaan ze het opslopen. Gaan ze het of ja, kapot maken. Dat van die hele kleine camera's zijn dat ze niet echt precies weten wat er wel of wat er niet aan zit. Zijn er nog meer vragen? Ik heb nog een vraag. Bij de eerste presentatie hebben we het ook even gehad over, dat was in die maquette ook heel goed te zien, over die dode hoek hè, die erin zit. Waar dat muurtje zit, weet je wel. Hebben jullie daar nog over nagedacht? En dat open stukje in het midden. Ja, we zouden eigenlijk die helemaal dicht doen, maar ik heb gehoord dat het niet helemaal dicht kan. Dus we hadden gewoon gedacht, gewoon het helemaal schoonmaken en gewoon een soort van hek gewoon ertussen. Gewoon een hek dat er bijvoorbeeld, dat je wel kan zien, want daarachter hebben we ook een paar bomen. Gewoon een beetje voor natuur in die tunnel. Misschien zijn er nog vragen van de jury? Nee. Dan wil ik de laatste presentatie met betrekking tot het ontwerp vragen om naar voren te komen. En dat zijn Marijn, Cheryl, Yusuf en Nalin. Het thema gaan we houden bestaat uit openbaar vervoer en licht. We wilden openbaar vervoer van maken, omdat we wilden gewoon openbaar houden, want iedereen komt er langs en veilig wil het houden en mooi, want de tunnel is niet echt zo aantrekkelijk, omdat ook door het tussenstuk. En de muur en de stoep zijn ook lelijk en we gaan op de muur, gaan we een beetje dingen erop zetten zodat dat openbaar lijkt en zo. Oké, de vloer, het fietspad wordt gewoon van tegels. Ja, de vloer bestaat uit fietspad en voetpad. We wilden de vloer wilden we daar een drempel bij zetten. En die drempel die lijkt dan net op rails. En dan hier zo bij de rails, dan lijkt een trein. En dan lijkt het net uitgesteekt, zodat het net echt lijkt en dat het lijkt dat de trein voorbij rijdt. En we hebben ook de drempel gemaakt, zodat fietsers en brommers niet zo hard kunnen rijden en dat het minder ongelukken veroorzaken. En de paaltjes hebben we er ook gezet, zodat er geen motors en auto's, ook auto's er niet doorheen kunnen. En we hebben aan deze kant hebben we bedacht om auto's en fietsen te zetten, zodat het meer openbaar lijkt. Het plafond bestaat uit gekleurde deeltjes en gekleurde vormen met allemaal kleur erin. En tussen de vormen zitten ledlampen om het leuker te maken. En en het is ook duurzaam, dus ook goed voor het milieu. En dan heeft Cheryl een voorbeeld gemaakt hoe in zo'n plaat eruit gaat zien.
En dan komen, zeg maar, al die ledlampen komen er omheen, maar we hadden niet genoeg om het zo te maken. Dus dan heb ik een voorbeeld gemaakt. En ja, het bestaat uit heel veel kleuren platen. En dan is het leuker. Ik ga even de jury langs. Kersula. Charlie? Ja, zoek het op. Nou, Ik begreep niet helemaal goed dat laatste wat jullie lieten zien. Waar dat komt. Ja. Dat komt. Dat was ook even. Mijn vraag: komt dat bij het begin en het eind van de tunnel? Bij het begin, waar je zeg maar erin komt, bij dat stukje muur. Ja, ja, aan de oostkant. Ja. Dus, en, dat is, en dan komt het op de muur. Ja. Het komt op de muren. Ja. En aan de andere kant komt het ook op de muur. Waar de trein, waar je die trein heet, waar je die trein tekent. Ja? Maar waar op de muur? In de tunnel of buiten de tunnel? Dat is de monding. De monding, ja. De monding van de tunnel, ja. Die, de monding van de tunnel. Ja. Oké, okay, dankjewel. Charlie? Nel. Ik wilde vragen, de tunnel zelf, die jullie op de grond hier liggen hebben, gebruiken jullie ook, willen jullie ook die kleuren gebruiken? Ja, we wilden eerst deze gebruiken, maar ja, dat weten we nog niet zeker, maar ja, we willen deze kleuren. Oké, dankjewel. Ja, ik heb ook nog even... Ja, ik ben geweest van de jury, maar ik heb ook een vraag. Want je vertelde iets over camera's, maar je vertelde niet waar en wat je ermee wilde. Ja, we wilden de camera's, we wilden zeg maar in de tunnel houden, zeg maar ook in de hoeken en bij de tussenstuk. Zodat mensen van de school ook beter in de gaten kunnen houden wat er allemaal gebeurt en zo. Vanuit de school wordt dan op de schermpjes gekeken wat er in de tunnel gebeurt? Ja, zodat er okay. ook geen vandalisme komt en zo. En dat het ook veiliger is. Oké, dankjewel. Trisha en Jade, kunnen jullie naar voren komen om jullie verhaal te houden? Hallo, ik ben Jade en dat is Trisha. En wij gaan het hebben over het veiligheidsplan en het onderhoudsplan voor de Tunnel Oost. Ik ga beginnen. Nou, we hebben een paar punten. Het eerste waar we het over gaan hebben is het doel. Het doel van het onderhoudsplan en waarom gaan we dat nou doen. Dan hebben we het plan van aanpak en dat is het uitgebreidste gedeelte. Dan gaan we het hebben over de controle, de veiligheid, het vervangen, het budget, de materialen, van top tot teen en de taakverdeling en tot slot de rolverdeling. Het doel. Het doel van het onderhoudsplan is gewoon om te zorgen dat het uiterlijk er mooi uit blijft zien. En kostenbesparing op langere termijn. Dus dat je beter gelijk iets kan vervangen dan dat het helemaal kapot gaat. De controle. Het is natuurlijk ook fijn omdat de tunnel nu zo onveilig is. Als we hem veilig gaan maken dat er ook controle is. Dus wij zaten te denken aan wie? Nou, bijvoorbeeld wijkagenten, wijkmeesters, de Blauwe Brigade en bijvoorbeeld wijkbewoners die zich aanmelden om mee te doen. Wat? Nou, het controleren van de tunnel en de mensen in de gaten houden voor vandalisme. Wanneer? Op de drukste periodes, dus bijvoorbeeld dat de school begint, dat de school eindigt en in de pauzes. En hoe? Nou, gewoon door samen te werken en in samenwerking met de school. Nu gaan we het hebben over het budget, want wij hebben natuurlijk wel geld nodig om spullen te kunnen kopen om daarmee aan de slag te kunnen gaan. Hebben wij een voorstel om een budget te krijgen van de gemeente, zodat dat naar de heer Hogendijk gaat, zodat wij de spullen kunnen kopen, zodat wij bezems kunnen kopen bijvoorbeeld, zodat wij het schoon kunnen houden en de verlichting kunnen vervangen. Daar hebben we wel een klein budget voor nodig, daarom zouden wij dat graag willen hebben. Nou, de contactpersoon daarvan zouden wij graag willen dat dat meneer Hogendijk wordt. Die is, staat toch hoog bij ons en wij denken dat hij de perfecte persoon is die het budget bij zich kan houden. En wie is meneer Hogendijk? Nou, de besteding daarvan is eigenlijk heel simpel. Degene die het budget binnenkrijgt, dat is dus de heer Hogendijk.
Dat gaat naar een van de conciërges van de Damlaan en de Nolenslaan. Daar wordt onder besproken wie de vaste coördinator wordt van die twee. Die twee gaan zorgen dat de spullen altijd op voorraad zijn, zodat we nooit het probleem hebben dat de kapotte lamp altijd zo blijft. Dus zeg maar aan de besteding is eigenlijk heel makkelijk, want dat doet de coördinator en die zorgt dat alles goed is, dat alles geregeld is en dat alles op voorraad is. Nou, dit was onze presentatie. Bedankt voor het luisteren en Jade, Tricia, hebben jullie dit met z'n beiden gedaan of is dit een groep geweest? Nou, wij hebben het deels met z'n tweeën gedaan met onze leraar, de heer Jaspis. Goed, jullie hebben het dus eigenlijk met z'n tweeën gedaan? Ja. Dat wou ik even weten, want ik vind het een voortreffelijke presentatie. Dat ook, ik denk dat ik... Hebben jullie al contact opgenomen met de wijkagent en met de LBB? Nee, eigenlijk nog niet. We wouden eerst goedkeuring hebben dat dat echt goed is, voordat wij verdere plannen kunnen gaan vorderen om echt te gaan vragen van wat zijn jullie keuzes. Hebben jullie er ook aan gedacht om te kijken of het mogelijk is iets van een fancy fair of zoiets te organiseren, dat je op die manier ook geld binnen zou kunnen halen? Nou, daar hebben wij nog niet over nagedacht, maar dat is een goed punt. Daar zouden we wel over na kunnen denken en kijken wat we daarmee kunnen doen. Oké, dankjewel. Welke afdeling zitten jullie? Wij zitten bij de Nolenslaan, ja? De derde. Techniek? Ja, techniek. Jij ook? Oké. Dankjewel. Zijn er nog meer vragen? Ja, ik kan nog wat. Ja? Ja, allereerst complimenten voor jullie fantastische plan. Ik ben voorzitter van de bewonersvereniging in Schiedam-Oost. En als jullie dat gerealiseerd krijgen, nou, dan krijg je echt de handen op elkaar. Want dan is dat echt voor de wijk is dat echt een aanwinst als je dat de school neer zou kunnen zetten. We hebben al contact af en toe met de schoolleiding. En een aanvullende opmerking is dat als er klachten zijn uit de wijk, dat die ook bij de bewonersvereniging gemeld kunnen worden. Dan koppelen wij dat weer terug naar de schoolleiding. En ja, ik wens jullie heel veel succes ermee en wat mij betreft mooi gaan starten. Ik denk als jullie klaar zijn met je opleiding, dat er zo'n baan bij de gemeente voor jullie klaar ligt. Jongens, meisjes, dames en heren. Het uur de waarheid is aangebroken. De jury heeft heel hard nagedacht. Veel discussie, volgens mij. Kan haast niet anders. Veel ruzie hoor ik. Nou, het zal meevallen. Meneer Van Hengel zal dadelijk daar meer toelichting op geven. We wilden eventjes alle jongens en meisjes van de ontwerpen en de presentaties even naar voren hebben hier. Dat het jullie op de juiste wijze toegesproken kan worden. En dat jullie danken mee. Ik ben zelf blij dat de jury heeft gezegd dat elk van de drie ontwerpen, dat er gewoon hele belangrijke onderdelen in zitten. Want ik vind ook dat we vandaag met elkaar moeten kijken hoe we van het beste idee een nog beter idee maken door juist dat te combineren. Maar de beste presentatie, heeft de jury mij verteld, is de presentatie nummer 1. Yes! En als je nog geen handtekening hebt, dan zeg je je naam. Maar de rest van je leven zal je daar wel plezier van hebben. De Jodie zit er dus wel bij, zeg je. Dat is met die bril op en dat waren.